Ongelooflijk oude viespeuk. Want wij weten namelijk wat jij er allemaal in die vieze, vieze supermarkt van je uitvoert in. Nou, laten we... Nee, weet je dat niet? Nee. In het Statiegeldhok. No. Weet je, ken je dat hok waar... Ken je die supermarkt? Ja, bij de plus. Ja. Daar staat af en toe, staat dus... hoe heet die stam? Stam. In zijn blote kont. Staat hij erachter. En op het moment dat jij dus denkt dat jij de Statiegeldfles dus in dat ding duwt, duw je hem eigenlijk in meneer Stam. Hè? Die maakt er ook dat geluidje. Ploep, ploep. En dan hoor je hem zeggen, oh, 10 cent, oh, nog een keer 10 cent. Dat is meneer Stam. Kom maar jongens! Woo! Ja, wat een feestelijk begin. Jazeker, feest. We hebben de 200.000 abonnees. Ja, dat is wel heel erg veel. Ik weet nog wel dat we 100.000 hadden en toen moest ik met mijn buik bloot. Ja, en toen zeiden de mensen bij 200.000, dan doen jullie een uitzending met jullie blote torso. Ja. Waarop ik Jan belde, lijkt me een leuk idee. Ja, en toen zei ik, je kan de tyfus krijgen. Ja. En dus we zitten gekleed dit keer. Ja, leuk. Helaas, het lag niet aan mij. Maar bij de 300.000 beloven we dat we ontkleed gaan. Nee, dat is dan wel leuk, dan werk je dan echt ergens naartoe. Ja, bij dat de is 300.000 wel goed. Abonnees zonder bovenkleding. Ja, dat doe ik aan mee. Ik hoop dat ik tegen die tijd dan ook weer 20 kilo lichter ben. Ja. Jan, hoe was je weekend? Ik ben doodziek. Ja, dat is dan wel weer minder. Jan is een soort van hypochonder en hij heeft weer wat. En hij heeft een apparaatje van zijn moeder op de kop getikt. Van de dokter. Altijd als ik jou bel, heb je wat. Je hebt altijd wat. Uitermate, ik heb bronchitis. Ja. Ja. Ja, maar dan heb je weer tinnitus en dan weer psoriasis en dan weer wat anders. Dan weer met de rug en dan moet je naar de chiropractor. Er is ik heb nog nooit psoriasis gehad. Oké, okay, maar goed, je hebt nu bronchitis. Ja. Dus dat is niet zo leuk, dus daarom klink ik zo, dat jullie dat weten. En ik heb inderdaad heel vaak iets en dat is heus niet leuk. Maar ja, goed, dat is vaak heeft het te maken met een ongezonde leefstijl en te hoog BMI. Dan krijgt u dit. Ik heb een heerlijk weekend weer gehad. Ik was weer met Celine en met andere vrienden in Antwerpen. Het was prachtig. Ja, en je stond weer met de gozer de tongen. En nee, dat gaan we niet behandelen. Want het begint afgezaakt te raken. Ja, ja. Iedereen weet het nou wel. Ja. Je moet weer afgezaakt te raken. Ik doe daar ook niet meer geheimzinnig over. Nou, ik heb erover gepraat. Leuk. Ik val niet op mannen, maar onder de festiviteit een kleine kus. Dat doet geen afbreuk aan wie ik ben. Ja, ja. Ja, ik val niet wel op mannen, maar af en toe word ik heel eventjes van achter genomen. En dat is dan maar wel nee, zo. Nee, maar dat is dan niet het geval. Dan had je daar ook beeld van gezien. Ja. Had je dat ook gefilmd? Dan gaan we naar de zaak der zaak. Het grote nieuws van de week. Want de wereld is in elkaar gestort. Oh, wat heerlijk. Ik weet nog wel dat mensen op een gegeven moment tegen mij zeiden. Goh Jan, moet je jezelf nou zien zitten met Dennis Schouten in zijn rukbunkertje een roddelpraatjesprogramma te maken. Daar zit nog geen toekomst in. We zijn hoe lang bezig? Nou, een jaar serieus bezig en heel, heel verzum, afgebrand, plat gebombardeerd, uitgeroeid. En ik laat we wel wezen, daar zijn wij mee begonnen. Ja, die credits krijgen we niet, maar Marco Borsato Gate was het begin. Hmm. Dat was het begin. Daarna hebben we Ali B gedaan, dat is nu ook. Ja, Nee, niemand geeft ons credit, dus dan moet je het zelf doen. Ja, dat is ook heel erg chic. Oh ja. Ja, nee, ja, maar dan is het dit weekend helemaal misgegaan. Hè. Boos kondigde aan met een documentaire te komen betreffende The Voice. Toen begon het met Jeroen Rietbergen, de man van Linda de Mol. Ja, prachtig. En die zei direct, sorry, ik heb me inderdaad op seksueel vlak misdragen gedaan. En toen kwam de rest. Je doet net of je het voorleest op je blaadje, maar er staat helemaal niks op. Nee, dat klopt. Nou, vreemd. Ja, dat was prachtig. Nee, weet je, het is natuurlijk helemaal niet prachtig. Nee, het is verschrikkelijk. Dat willen we even zeggen. We vinden het verschrikkelijk voor de slachtoffers. En hebben we dat gedaan. Nee, hebben we dat vergeten, heel veel mensen die dit bespreken namelijk. Want je ziet ze allemaal op televisie zitten. Oh ja, John is echt. Nee, John is echt een slachtoffer. Nee, en Linda. Nee, Linda is echt een slachtoffer. Linda heeft het heel zwaar. Nou, ik zal je vertellen. De slachtoffers zijn de slachtoffers. Zullen we dat zo houden? Maar goed, Jeroen Rietbergen, bandleider van The Voice. En toevallig de man van Linda de Mol. Ja. Nou, laten we even beginnen met Linda de Pinda. Linda de Pinda, die heeft hele dikke traantjes op de wangetjes. Die is nu, heeft het uitgemaakt met Jeroen. Want ze is heel boos en geschrokken. Het raar is alleen dat al lang al bekend is dat Linda dit al lang al wist. Die wist dit al lang al. Ja, want ze zijn eerder al even uit elkaar gegaan toen Linda erachter kwam. Dat Jeroen was vreemd gegaan met mensen Vreemd gegaan? Hij naait alles met een hartslag bij The Voice die ja zegt.
Overigens, de mensen die nee zeggen, daar probeert de BNT het ook nog een beetje bij. Maar de grote grap is, hij is op het matje geroepen bij John de Mol. Al jaren geleden. Toen gingen ze even uit elkaar met Linda. Dus Linda en John de Mol weten ervan dat dit een roofdier is. Dat deze man alleen maar achter zijn lul aan wandelt bij het programma The Voice. Dat daar weten is hij ze. Ook gekomen door Linda en John. Het is natuurlijk niet dat hij daar al zat en dat Linda daarvoor kende, natuurlijk. Die komt daar. Maar het was dus al bekend. Dus dat mensen nu... Ik zag ook weer dat rare nichtje van me, die zat bij Dit is M bij Margriet. Ze zat zo, ja, weet je wie echt slachtoffer is? Linda. Nee, niet de vrouw van de misbruiker is het slachtoffer. En zeker niet de vrouw die het allemaal al wist is het slachtoffer. Nee. En dat John de Mol het slachtoffer is volgens Johan Derksen. Want dat is wel heel slecht voor zijn bedrijf. Nee, John de Mol wist het ook al. Linda de Mol en John de Mol hebben gefaciliteerd dat die Jeroen Rietbergen meisjes kon misbruiken. Die zijn onderdeel van het probleem. Ja, maar die zijn niet het slachtoffer. Er was melding van gemaakt en toen heeft John hem toegesproken. Linda is even bij Jeroen weggegaan, kwam daarna weer terug. Maar hij mocht wel blijven zitten. In plaats van dat ze zijn hebben ingegrepen, die man eruit hebben geflikkerd, ging het gewoon door omdat het de man van Linda is. Ja, maar die Jeroen Rietbergen, want het klontert allemaal in elkaar. Eigenlijk is dit gewoon één maffiafamilie. Met John de Mol dan als grote bos der bossen. De capo di tutti capi. Die zit er bovenop en die bespeelt alles en iedereen. Maar eigenlijk is dit een criminele organisatie. Want Jeroen Rietbergen, ja, heb je hem? Die doet lekker piano spelen. In wiens band nog meer? Hallo, daar zijn we weer. Marco Borsato. Dat is ook een viezerik, is er niet? Daar ligt ook een aangifte tegen. Marco Borsato wordt in dit verhaal een beetje uit de wind gehouden. Waarschijnlijk ook omdat anders de nieuwsmensjes onze naam nog een keer zouden moeten optikken. En dat mag niet, geloof ik, in Hilversum. Maar Marco Borsato hoor je niet. Maar die wordt morgen ook gevuld door Boos. Alleen heb je afgelopen week niet ervan gehoord. Rietbergen speelde ook piano bij Marco. Roofdier 1 speelde dus de toetsen van Roofdier 2. Oh, wacht even. Jeroen Rietbergen. Die zat bij The Voice. Wie zat er nou meer bij The Voice? Oh, Ali B. Zat ook bij The Voice. Is ook een van de grootste schoften. Zo niet een van de allergrootste. Hebben wij van de week ook behandeld dat meisjes gewoon door hem aan werden gerand en aangepakt? Waren wij de eerste dan in? Maar ja, goed, laten we niet dat de credits op ons afschrijven. Maar Ali B. is dus ook iemand die met Jeroen Rietbergen omgaat. Dat is toch ook wat? Trouwens, Ali B. is... Zijn vrouw is ook bij hem weggegaan, hè? Ja, er is aangifte gedaan tegen Ali B. En toen kwam Ali met een statement. Dit is een grote leugen, dat is allemaal niet waar. En toen deed Brechtje kwam met een statement. Zijn vrouw, wij blijven gewoon samen. Maar nu blijkt dus dat Ali de bankrekening van Brechtje heeft geblokkeerd. Nee, het is zo. Ali heeft de toegang tot alle bankrekeningen, Brechtje ontzegd. Nou, ik kan je wat vertellen. Ook uit eigen ervaring. Als je gaat scheiden of uit elkaar gaat, is dat het allereerste wat je doet. Want anders klauwen ze je helemaal leeg. Ik was te laat. Geef het eerlijk toe. Maar goed. Nee, maar dus Ali heeft dus de rekeningen voor haar afgesloten. Mm-hmm. Dat betekent dus dat het ook afgelopen is. Enfin. John de Mol wist ervan. Linda de Mol wist ervan. En nu hebben we natuurlijk ook nog de andere mensjes. De goedpratertjes, maar ook de helden. Laten we eens een held nemen. Anouk de zangeres, totaal verknipt, weet je nog, met een kaal geschoren kopje, helemaal in de war. Maar dat was opeens de held, want die zei, voor deze corrupte bende weiger ik te werken. Weet je dat nog? Ja. En toen hoepen de vloepsen op de stoep, kwam dit filmpje naar boven. Namelijk dat bij College Tour Anouk wordt gevraagd aan haar van de grote zangeres, hoe kom je zo ver? Hoe kan je zo groot worden? Wat voor tips geef je meisjes hier in de zaal mee om net als jij een absolute topper te worden? En dit was het antwoord. Dus nu moet ik gaan vertellen hoe dat moet. Ja. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik ben bijna geneigd om te zeggen, doe precies het tegenovergestelde. Gewoon gooi die masker op wanneer het nodig is. Imiteer zo goed als je kan. Geen wat je tof vindt, imiteer dat. Of hetzelfde, al dan niet beter. Stil, jat. Ja, over lijktappen. Ze moeten worden geneukt, worden geneukt. Alles om daar te komen, hoor ik daar een tst. Alles om daar te komen. Oh. Nee, hoor je het even? Als er geneukt moet worden, wordt er geneukt. Alles om er te komen. Dus de vrouw die op is gestapt bij The Voice,
omdat ze niet met die corrupte bende wilden meewerken, waar mannen hun macht gebruikten, hè, om meisjes in een positie te krijgen. Namelijk de horizontale positie, om er eventjes op te liggen. Hè, om de positie te krijgen dat ze macht over zijn meisje hebben, over haar carrière. Daar wilden ze niet aan meewerken. En wat voor tip geeft ze? Laat je lekker neuken door machtige mannen, dat is goed voor je carrière. Ook boter op het hoofd. Zo, de laag boter op de hoofd. Mijn College Toe is geen humoristisch of satirisch programma. Dat is het meest serieuze programma wat er zo'n beetje is. Dus dit meent ze wel echt. Dus haar tip aan jonge meisjes. Laat je lekker naaien door machtige mannen. Maar wat is dat voor je carrière? Beetje... Zijn we dan klaar? Nee, we zijn nog niet maar klaar. Maar ik heb tussendoor wel even een opmerking. Oh, wat wil je dan zeggen tussendoor? In je monoloog, meneer Roos. Kijk, dat die Ali B en Jeroen Rietbergen, die gaan er dan in mee. Die zitten aan die vrouwen, gaan met die vrouwen naar bed. En die beloven dan waarschijnlijk een ronde verder te komen. Of wat ze hun dan ook beloven. Maar nee, maar het is niet alleen dat hoor. Kun je dat alleen hun kwalijk nemen? Of ook die vrouwen die daar, zoals Anouk adviseert, zo makkelijk in meegaan? Nee, maar kijk... Haar tip is om dat te doen. Ja, maar en die natuurlijk vrouwen zijn er vrouwen die. Er zijn vrouwen die dat doen. Die denken: ja, goh, laat ik met mijn benen wijd gaan. Dat is goed voor mijn carrière. Voor het weet ben je dan een van de bekendste zangeressen van Nederland. Er zijn mensen die dat doen. Ja. Ik noem een naam, ik geef namen. Wie? Maan. Dat zou je mij niet horen zeggen, want dat is mijn oude oppas. Maar dat zou kunnen, hè, dat je die tip neemt. Maar heel veel van die meisjes, en je hebt ze ook huilend op televisie gezien, die vonden het verschrikkelijk om aangerand te worden. Ja, maar je hebt ook meisjes die doen... Ja, maar ik zou je wat vertellen van jou, Dennis. Je bent een van de meest vrouwenvriendelijke mensen die ik ken. Dus ik denk dat jij niet echt de man bent die nu opeens moet zeggen, ja, maar die meisjes vragen erom. Is het niet? God voor u. Hebben we die mensen helemaal bij de kloten? Dat tuig in Hilversum. Het hele Hilversumse matras staat in de fik. En jij wil nu even zeggen... Ja, maar er zijn ook vrouwen die erom vragen... om een hol genaaid te worden zonder dat ze het willen. Ja, zullen we dat even overslaan? Advocaat van de duivel. Nee, doe dat maar even niet. Ja. Hè? Maar dat... Hè? Laat mij mijn monoloog maar doen. Wie heeft er nog meer gereageerd? Nou, je wilt niet geloven. Wendy van Dijk. Ons kleine snuifpopje Wendy van Dijk, die heeft gezegd... Nou, ik heb 9 jaar voor de Voice gewerkt. Ik heb dat nog nooit gezien. Ik heb dat nog nooit gehoord. Ik weet van niks. Ik ben heel, heel, heel erg geschrokken. Ik vind het zo zielig voor al die meisjes. Dat kan niet. Dat kan niet. Wendy van Dijk is toevallig getrouwd met... Meneer Galjaard. Hoe heet die? Erland Galjaard. In Hilversum Erland Geilaard genoemd. Waarom? Omdat Geilaard hem overal inpropt waar een hartslagje in zit. Oké. Erland Geilaard, wat is dat toch ook weer? De baas van RTL was dat. Hé, dat is nu de baas van Talpa. Een van de baasjes, hè, van Talpa. Die werkt voor John de Mol. En wie is nou een goede vriend van Erland Galjaard? Hé, Jeroen Rietbergen, de man van Linda de Mol, die al heeft toegegeven dat hij dit altijd heeft gedaan. Zij maakt ook samen muziek, toch? Ze zitten samen in een soort bandje. En dan doen ze lekker optreden met elkaar. Is dat niet enig, alle roofdiertjes bij elkaar? Dat bandje heet ook de Predators. Vind je dat ook grapje? Wat betekent dat? Nou ja, goed. In ieder geval, die Jeroen Rietbergen, die is dus goed bevriend met die Galjaard. Eén momentje. Galjaard is dus bevriend met de man van Linda die dit doet... En treed met hem op. En die heeft daar nog nooit van gemerkt. Nog nooit iets van gemerkt. Oh, wacht even. En hij werkt voor John de Mol. En die heeft het ook niet verteld. Terwijl het al bekend is. Nou, dan weten we wel zeker dat Galjaard het weet. Want Galjaard weet bij de Talpa. En die heeft echt wel gehoord wat voor lijken daar in de kast liggen. En je denkt dan niet dat Galjaard dat bespreekt met zijn vrouw. Die al 9 jaar het programma presenteert. Waar die Rietberg in optreedt. Wat denk jij? Natuurlijk heeft hij het geweten. Ze weten het allemaal. Zulke heuvels boter op het hoofd. Ze weten het allemaal al jaren. Ik zal je wat vertellen. Want ik begin een beetje aan de slof te schieten. Toen wij kwamen met het Marco Borsato verhaal, heeft iedereen het verzwegen. Iedereen heeft het verzwegen. Totdat er aangifte werd gedaan en tot John van der Heuvel er iets mee ging doen. Tot die tijd was het gewoon niet zo. En ik zal je vertellen, iedereen wist dat al lang. Iedereen kende die verhalen al lang van Marco Borsato. Maar niemand heeft het durven uiten. En waarom niet? Omdat het niet mag van John de Mol. Omdat je dan je baan kwijt bent. Omdat je dan de lul bent. Want ze dekken elkaar allemaal. En niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Want ze liggen echt allemaal met elkaar te naaien. Ook met elkaars vrouwen, de heleboel. Het is één smerige intilt orgiebende daar. Eén grote bak vieze ellende. Dat is wat het is. Wou je ook nog wat zeggen?
Ja, ja. Oh, wacht eventjes. Oh, nou hou ik hem nog even. Daar hadden we gisteren VI vandaag. De lady shave. Toch iemand waarvan je denkt, nou, die moet even zijn mond houden. Want als jij namelijk een korting op je huurwoning aanbiedt om even aan de penis te sabbelen. Hè, is dit niet het moment om iets te zeggen. Ja, Laurien Verstraeten kreeg altijd korting op de huur. Als ze regelmatig met Wilfred seks had in het appartement dat Wilfred verhuurde aan Laurien. Precies. Dus dan denk ik, misschien is die niet helemaal het moment. En laten we eerlijk zijn, Wilfred Gené was of is een televisiester. En dat zou Laurientje natuurlijk ook wel willen. En dus die heeft al een paar keer zich in de televisiester laten nemen. Door Wilfredje om te kijken of er zo hoger op kon komen. Ja, ze had zo weinig talent dat het niet gelukt is. Maar de poging daar, ja. Gisteren was er dus bij VI vandaag, of eergisteren was het, zijn wij twee keer genoemd door Robert Goosen. Rob Goosen. Dus zag je hoe Wilfredje reageerde? Daar liep een straaltje koude zweet door zijn bilnaad, is het niet? Godverju, verschrikkelijk. Afijn. Wat deed Johan? Maar het was opmerkelijk. Johan Derksen nam het dan erg op voor John Tuurlijk. De Mol. Die zei, ja, het was op dat moment natuurlijk ook de man van Linda de Mol. Dus heeft hij maar laat zitten. En dat Tuurlijk. Begreep Johan wel. Hè, want anders heb je familiegedoe. En Wilfred zei geen woord. Nee. Helemaal niks. Maar dat is niet zo gek. Want Wilfred krijgt dus de 1,2 en 1,4 miljoen per jaar van John de Mol. Hebben we dat iedereen gehad? Nee, nog niet. Dominique Weesie. Ja, ja. Walgelijke man. Ja, die kwam ook bij een statement. Walgelijke man. Dominique Weesie. De omroep poont. Wat een kut omroep is dat trouwens. Die kwam met een stukje op de website over wat verschrikkelijk het was op het Hilversumse matras. Dat machtige mannen vrouwen proberen in bed te krijgen vanwege hun positie en bla bla bla, bloe bloe bloe. En ze eindigen dat stukje met, er zal nog wel meer naar boven komen. Mijn pik viel uit mijn broek door het pijpje zo op de grond. Dominique Weesie, die lag dat autocue meisje te ballen terwijl hij getrouwd was. Annemiek zonder lippen. Dat is nu nog zijn vriendin. Nee, dat is nu zijn echte vriendin. Hij is verloofd. Hij is uiteindelijk gescheiden. Maar hij lag dat meisje te wippen. Dat meisje was ZZP'er. Dat zijn machtspositie is niet. En die twee hebben uiteindelijk redactiemeisje Vera in een triangeltje genomen. En nadat Vera genoeg had getrieerd, een ménage à trois, is dat Frans, mocht Vera, die werkelijk geen druppel talent heeft, opeens televisieprogramma's presenteren. Die heeft zich omhoog geschaard. Is dat dan niet ook een beetje raar? Is dat dan ook niet een beetje misbruik maken van je machtspositie? Is dat seksueel dan wel toelaatbaar? Ik denk het niet. Dus Weesie, jij moet je bek houden. Jij bent net zo vies als de rest. Maar er kwam gelukkig nog één iemand met recht van spreken. Iemand met kennis van zaken. En die kwam met een heel gedurfd statement. Rogier! Ja, dat was wel bijzonder. Ja, totaal niet leuk. Ik kan het niet doen, want als ik dat nu doe, dan fluim ik straks allemaal bloed op tafel. Oh, alsjeblieft. Rogier die post op Instagram een foto van Linda de Mol, waarbij staat... Lieve Linda, ik wens je heel versterkt. Geen woord over slachtoffer dan ook. Rogier wilde geloof ik even een wit voetje halen. In zijn geval een bruin armtje. bij Linda de Mol. Die denkt, even kijken of ik nog een contractje uit kan peuteren uit deze situatie. Die heeft geen baantje op dit moment. Goed, Jan, zeg een overal conclusie. Wat nu? Nou, het hele probleem is, het is één bak ellende. En het is veel groter dan dit nog. De vergaarbak is nog vele malen groter. Het is nog veel erger. Dus eigenlijk zou die hele vieze media, die hele gore media, een keer gewoon helemaal opnieuw moeten opgebouwd worden. Dat mensen met talent dingen kunnen doen. Dat niet alleen maar de macht van de familie de Mol bepaalt of er iets gebeurt, ja of nee. Dit is de hele basis van deze problematiek is de familie de Mol. En waarschijnlijk overleef ik deze statement niet, want dat is echt serieus waar. Dan word je omgelegd. Nou ja, die mensen hebben zo'n ongekende, gruwelijke macht.
En ik zal je wat vertellen. En John de Mol, de grote baas, die is ook helemaal niet vies van een beetje vrouwenvlees, kan ik je vertellen. Ik ken namelijk ook het verhaal. Ja, maar dat mag je niet vertellen. Ja, maar ik noem geen namen. Oh. Van gewoon een hele bekende presentatrice die daar even heen ging voor de contractverlenging. En waar toch wel even aan gevraagd werd of er een mogelijkheidje was dat ze die alleen even bekrachtigde met iets in haar mond. En ik zal je vertellen, dat ging niet om een paprikaatje. En om wie gaat het? Dat ga ik niet vertellen. Een tipje? Nee, geen tip van de sluier. Ik denk dat ze nu mensen heel ongemakkelijk... Nee, maar John de Mol staat ook bekend als een man die zijn positie continu gebruikt voor vrouwen om vrouwen te pakken. Vind je toch op? Wat denk je nou? Dit is bedrijfscultuur, hè? Dit is daar normaal. Dit is normaal. Dit is normaal in Hilversum. Dit is normaal bij de familie de Mol. Ja. Ja, wat ja? Ja, nee, dit is de reden dat wij geen vrouwen aan het werk hebben voor ons. Nou, jij bent de reden dat we geen vrouwen aan het werk hebben. Ja, dat is echt waar. En als wij onafhankelijk willen blijven, steun ons. Oh, dat is een mooi bruggetje. Op Roddelpraat. Haha, dat is een mooi bruggetje. .bekmebetorg. Roddelpraat.bekmebetorg, waar we hebben uw steun keihard nodig. En zo kunnen wij het opnemen tegen dat getijze in Hilversum. Tegen dat tuig van het Mediapark. En tegen maffiabaas John de Mol. Die overigens jou via dat vieze, smerige, stekende schoothondje van een Paul Reumer van dit programma wilde halen, want het was niet kies, dit programma. Dit programma was niet chic. Oh, John, was dit programma niet chic? Grappig. Terwijl je zwager meisjes van 18, 19 aan het aanranden was. Oh, terwijl hij zelf een programma heeft die nog veel erger is, inderdaad. Dus daarom, steun dit programma en zie die geweldige extra uitzending. We kunnen door naar iets gezelliger onderwerpen. Hebben we iedereen gehad? Ja, we hebben echt iedereen gehad. Iedereen is nu boos. Mooi. En verdrietig. Want dan gaan we naar FunX. Ja, dat was wat vorige week. FunX had een podcast opgenomen waarin meerdere keren werd gerefereerd dat jongens zijn van de streets en die weten wel hoe ze omgaan met types zoals de heer Roos en mij. Die schiet je een kogel door de kop, want dat is normaal. Want praat jij rechts en zij denken links, dan krijg je klappen. Dat was de essentie, toch? Nou, de essentie was... vriend, ik kan niet denken, vriend. Dus als jij met mij praat, denk ik alleen maar... Ik ga slaan, vriend, je weet toch. Slaat je kop eraf, het voelt goed, je weet toch. Boom, shakalaka. Ja, dat was het. Er was heel veel over of mensen waren woest op FunX. En ook sommige mensen vonden dat FunX daar bij het woord moest voegen. Wat? Ja, er waren ook mensen die vonden dat FunX ons daadwerkelijk een kogel kon kopen. Ja, dat weet ik wel. Maar ik vond dat je een chique woorden gebruikte. Ja, dankjewel. Maar goed, door alle ophef van FunX, we moeten met een statement komen. Dat heeft 2 dagen tot na de uitzending geduurd. Dan denk je, dat zou wel een pittig statement zijn. In deze podcast hebben de presentator en studiogasten uitspraken gedaan op basis van observaties binnen de hip-hop scene. Oh. Mocht iemand zich daardoor onverhoopt bedreigd voelen, willen we benadrukken dat dit niet de bedoeling is geweest. Oh, maar wacht even. Dus die jongens die zaten daar met elkaar te fantaseren over hoe wij, in elkaar werden geschopt of een aanslag op ons gepleegd werd. En dat het ook begrijpelijk was, omdat zij van de streets waren. En van de streets, je weet toch, maak je mensen kapot waar je het niet mee eens bent. Eigenlijk die je niet snapt, want dat is natuurlijk eigenlijk een beetje het probleem. Ze snappen niet helemaal wat er gezegd wordt, maar goed. En dan reageert de publieke omroep, want daar is FunX een onderdeel van. Met dat zij eigenlijk niet geweld aan het verheerlijken waren of aan een opruiming deden, maar dat zij bezig waren met observaties binnen de hip-hop scene. En dat wij ons niet bedreigd moeten voelen. Daar kwam het op neer, ja. Maar wacht even. Stel nou dat er 5 roomblanke jongens bij, ongehoord Nederland, hè, in een podcast zitten te fantaseren over dat er 2 zwarte presentatoren kapot worden gemaakt, geweld worden aangedaan vanwege dat ze niet eens met ze zijn. Zou dan zo'n statement ook genoeg zijn? Dat ze dan zouden zeggen, de presentators en studiegasten, die hebben die uitspraak gedaan op basis van observatie binnen de blanke Nederlandse scene. Ik denk niet helemaal dat... Ik denk ook dat het wat meer ophef had gegeven. Denk je niet? Maar blijkbaar mag dit van de NPO. Wat er wel gebeurde was dat er kamervragen gesteld werden. Kamervragen, Dennis, jezus. We gaan 200.000 abonnees. En ook nog kamervragen. Kamervragen over Roddelpraat. Schiet mij maar lek. Ja, Wieberen van Haga met zijn nieuwe partij Belang van Nederland. Die heeft het ook inderdaad gezien en beoordeeld als bedreigingen die door FunX zijn geuit.
vindt dat de publieke omroep moet ingrijpen en heeft dus kamervragen gesteld. Ja, maar luister even. Het is ook werkelijk ongekend dat dit gebeurt bij de NPO. Maar goed, alles kan tegenwoordig. Maar dat er gewoon niet gereageerd is vanuit de NPO. Ja, behalve vanuit Phoenix. Dat wij niet zo moeten zeiken. Dus hier staat eigenlijk, je moet niet zo zeiken, joh. Ja. Voel je je bedreigd? Wat raar, man. Ze hebben alleen maar gefantaseerd over dat je werd afgemaakt. Dus wat zit je nou, hoe voel je nou bedreigd? Dat is zielig. Maar ze hebben als individu ook nog gereageerd. En ze hebben allemaal zo'n post op Instagram gedaan. Ik wil ze niet te veel aandacht geven. Maar die hadden eigenlijk één gezamenlijk punt. En ze zijn vooral boos dat ze als gangsters en criminelen zijn weggezet. Die man met die bivakmuts vond het vast niet leuk ook. Ja, en ook twee andere mensen van kleur. Ja, dat is wel heel erg grappig, hè, dat je dat soort dingen zit te roepen. Dat je heel erg street en gangster zit te doen. En als je dan wordt aangesproken op je achterlijke woorden, dat je zegt, hey, ik voel me gestigmatiseerd. Overigens, moet je me vertellen, kijk, dit kwam dus binnen bij mijn postadres. Thuisadres, hè? Ja, dat kwam dus binnen. Een roos. En er stond dus op een kaartje. Yo, kill Niffo, Phoenix Boys, kill man, bro, shit, yo. Dan kan je zeggen, dat is een leuk grapje. Maar zover gaat het dus, hè. Deze mensen die zitten dus gewoon te genieten van dat wij iets worden aangedaan. En ik krijg dus thuis zoiets opgestuurd met 3 keer het woord kill erin. Wat in mijn Engelse woordenboek nog steeds kill, moord, dood of vermoord betekent. Dan hebben we nog meer mensen die boos zijn. Hele boze mensen. Misschien wel de grootste YouTube-influencersterren van Nederland. Zijn ook woest op Roddelpraat. En die eisen een rectificatie. Dus dat betekent we gaan naar het rectificatie. Roddelpraat, rectificatie. Blokje. Roddelpraat, rectificatie. Sorry. Vorige week... Vorige week lieten we deze beelden zien van Jultje en Koen. Maar in ieder geval, toen kennen wij elkaar dus. Oh ja, nou... Niet? Nee. En toen 3 weken geleden waren wij... Nee, dat is niet 3 weken geleden trouwens. Nee, 1 maand geleden. Nee, nee. Zo kort. Laatste... Ja, toen had zij nog een relatie met Don de Jong toen zij Koen leerde kennen. En na dit ongemakkelijke moment, die later ook uit de vlog van Jultjes knipt, trokken wij de volgende conclusie. De scoop die ik had was gewoon heel simpel. Jultje is vreemd gegaan met de Koen van de bankzitters, want ja, dat geven ze hier toe. Ja. Ze zitten samen van, wanneer hadden we voor het eerst elkaar gezien? En toen was het op een gegeven moment, ja, een maand geleden, zei ze, nee, toen had ik nog een relatie. Ja, dat geeft toch toe dat je bent vreemd gegaan, dat ben ik nog gek. Ja, en daarna zag ik direct beelden van een huilende Don de Jong die niet kon vertellen waarom die huilde. Nou, wij weten wel waarom. Zijn vriendin Jultje, waar hij heel gek op was, was vreemd gegaan. Met Koen van de bankzitters. Dat was mijn scoop en die moeten wij rectificeren van de firma Jultje en Koen. Nou, bij deze... Nou, ik wil eerst even de aanleiding. Want afgelopen donderdagochtend om 6:08 in de ochtend... Dat is vroeg. Ja, dat is een heel of heel laat. Het is maar net hoe je het ziet. Kreeg ik een bericht van Jultje. Hey, wat is dit nou weer? Dit is echt totaal niet waar en vind ik oprecht wel vervelend. Het stukje wat je verbruikt in je video waarin ik zeg, toen had ik nog een vriend, ging over het event waar we elkaar hadden ontmoet. En zoals elk mens weet, ik niet de precieze datum uit mijn hoofd. Toen deze video online ging, was het net klaar tussen mij en Dol, maar dat was nog niet bekend. En daarom heb ik het stuk uit de video geknipt. Oh. Toen leerde ik Koen beter kennen en nu krijg ik onterecht allemaal shit over me heen. Dat is niet eerlijk. Je kan niet zomaar een conclusie trekken wanneer het helemaal niet waar is. Er klopt niks van. Oh. Dit is kut, gaat rond. Je moet het rectificeren. Jullie staan bekend dat jullie de feiten boven water brengen. Nee. En dit is op niks gebaseerd. En ik heb geen zin om dit te rectificeren. Moeten jullie doen. Dan denk je, is dat het? Nee, komt Koen ook nog om de hoek kijken. Woest. En die zegt, je kan toch niet zomaar leugens op je platform tieven? Dan houd je geloofwaardigheid op. Het is not done wat jullie hebben gedaan. En die zijn heel erg boos. Eisen rectificatie. Nou, daar wil ik heel simpel over zijn. Als zij dat eisen, want Jultje Tieleman is een grote. En Koen van de bankzitters is ook een enorme grote. Als jullie een rectificatie eisen, omdat ik dit verkeerd heb geïnterpreteerd, dan doe ik dat. Maar, Dennis. In dat filmpje zeggen ze toch gewoon duidelijk dat ze vreemd zijn gegaan met elkaar. Ja, en het is toch ook heel verdacht dat je daarna eruit knipt. Het is dat iemand dit snel zag. Kijk, zij besteedt montages uit. Zij ziet die video online staan, knipt dat snel dat stukje eruit. Iemand anders had het al daar weer uitgeknipt en mede naar ons gestuurd. Ja, het is toch overduidelijk. Anders laat je het toch staan als wij het zo verkeerd begrijpen. Dus wij moeten rectificeren dat ze zijn vreemd gegaan. Dat ze niet zijn vreemd gegaan. Ja, dat...
Ja, wat? We moeten toch rectificeren dat ze zijn vreemd gegaan? Of gaan we rectificeren dat ze niet zijn vreemd gegaan? Want als we gaan rectificeren dat ze niet zijn vreemd gegaan, dan moeten we nu zeggen dat ze zijn vreemd gegaan. Nee, we moeten zeggen dat ze niet zijn vreemd gegaan. Dus we gaan rectificeren dat ze zijn vreemd gegaan. Dus gaan we weer erom naar het rectificatieblokje. Het roddelpraat rectificatieblokje. Roddelpraat rectificatie. Sorry! Snap je daar nog steeds niet? Nee, ik snap er geen fuck van. Als je iets wil rectificeren, dan moet je toch hetgene rectificeren wat je wil rectificeren. En dan ga je niet een ontkennende situatie rectificeren, want daarmee bevestig je je duist. Oké, en wat gaan we dan nu doen? We gaan rectificeren dat ze zijn vreemd gegaan. Nou, doe dat maar. Ja, ik denk dat ze nog steeds zijn vreemd gegaan. Ja, ik ben er wel van overtuigd. Ik heb nog nooit na een uitzending zoveel, er zijn nog veel meer berichten, boze berichten van mensen ontvangen. Ja, maar luister even, Jultje Tieleman. Ik vind je een knappe vrouw en ik vind je vader Gerrit een topgozer. Maar het punt is natuurlijk wel, in het stukje wat wij dan hebben gekregen, wat je uit je filmpje hebt gesneden, zeg je letterlijk, we kenden elkaar al een maand geleden. Ja, toen had ik nog een relatie. Waarom knip je dat eruit? Dat is toch alleen maar omdat dat heel vervelend uitkomt als Don Crybaby de Jong dit onder ogen ziet. Zeker, en helemaal als je al de naam hebt van een beetje een goedkope del. Want je ging eerst met Gio, toen heb je tijdelijk gedate met Rijk Hofman. Dat was ik nog vergeten, dat vertel vorige week. Getverdemme, echt? Ja, hij heeft ze ook met die natnek? Ja. Oh, een man met nagellak. Hey, top gedaan. Is ook meegegaan. Toen ging ze dan weer met Don de Jong en dan nu weer met Koen. Ze werkt iedereen af. Ja. Nou, behalve jou. Ja, maar ik hoef ook niet meer nu. Nu is het goed. Klaar. Ja, jij bent kritisch geworden. Nee, ja, maar ik vind het gewoon heel goedkoop als je echt iedereen afgaat. Ja, en als ze aanbelt? Hè? Nou ja, dat doet ze niet meer na deze uitzending. Nee, dat doet ze niet meer. Eerlijk nee, zeggen. Je hebt wel gelijk. Nou, maar goed, in ieder geval, ik rectificeer niet. Nee, jullie zoeken het maar uit. Oh, jij ook niet? Nee. Zoek het maar uit. Gewoon vreemd gegaan. Je bent gewoon vreemd gegaan. Ja, en wij hebben best wel medelijden met Don. Maar er is dan wel goed nieuws voor Don. Ja. Ja, wat ik zou je vertellen. Don de Jong. Nee, we gaan eerst naar. We hebben een scoop. Scoop. Ik denk dat ik hier dus die bronchitis van heb. Van, ja. Don de Jong, die... Lisara. Ja. Ja, want die gingen een tijdje met elkaar om en toen had Lies aan ons verteld, Don de Jong liet ineens niets meer van zich weten. Ze was er heel verdrietig over, want ze hadden een hele goede klik. Een goede match. Ja. Oftewel. En nu zijn ze weer samen, je ziet ze ook weer samen en hebben wij uit hele betrouwbare bron relatie. Ja, ja. Nou, relatie, het is nog niet helemaal aan, maar... En hij heeft nu Jultje keihard teruggepakt. Don, goed bezig. Jultje, niet meer jokken. Lisara, jammer. Koen? Ja, die is heel boos. Nee, jammer. Koen moet ook niet zeuren. Die zit toch lekker achter die heerlijke kont van Jultje. Wat een gezeur allemaal. Ja, precies. Goed, Mark van der Linden. Ja, vorige week was het zover. Toen kregen we eindelijk de vieze tape te zien. Althans, deels zover het kon. Waarin Mark in zijn eigen huis twee kandidaten van Prince Charming, althans één en die andere moeten we ook kennen van iets, aanwijzingen gaf van hoe frig je nou de daad in zijn huis. Dat onder mooie muziek. Mark was woest. Hij was erin gedubt en ingemixt. En er kwam een advocaat aan. Hij was woest. En toen... Pri-pri. Pri-pri. Als jij denkt dat ik een telefoon aan doe, ik heb bronchitis. Dit is een krekel. Ja. Pri-pri. Pri-pri. Niks! Totale stilte! Helemaal niks! En dat is nou al de tweede keer dat vieze, vuile, dikke varken van RTL Boulevard ons met een advocaat en een rechtszaak heeft bedreigd. En niet doorpakt. Hij zou nu naar de politie gaan. Had hij toch gezegd tegen jou? Ik ga naar de politie. Als je laat zien dat ik met mijn dikke, vieze, vette lijf op de bank aanwijzing in. Als een soort regisseur in een pornofilm zat te geven in mijn eigen woonkamertje. Waarom? Prie, prie, prie. Markie, kwarkie. Hey, Harry Dad for fun. Wat ben je nou met je advocaatje? Hallo? We hadden er net zo zin in, ja, om dit filmpje helemaal te tonen aan de rechter. En dan zeggen, kijk, Sim zitten, die vieze pad. Ja, moet je horen. Ja, 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 dat is hem. En dat zie je hem ook. Ja, daar heb je hem. Maar Mark heeft niks gedaan. Mark heeft ons wel, en dat is krachtig, geblokkeerd. Ah, pijnlijk.
Ja, ik bedoel... Ik weet alleen niet of hij dat off the record heeft gedaan of gewoon op plein publiek. Nee. Ja, op publiekelijk. We gaan niet weer... Maar ik zal je wat vertellen, Danny Boy. Ja. Jij hebt mij een bericht gestuurd. Ik jou. Dat je zei van, oké, Mark heeft niet de politie gebeld, maar mij geblokkeerd. Ik slaap slecht. Maar ik vond het wel verveeld. Oh nee, toch niet! Wat ben je dan een laffe tak om te blokkeren? Hè, dat is echt dat een kind van drie die zegt, ja, ik ben verstopt. Ik ben verstopt. Ik zie je niet. Hè? Of zo zijn ananas, ik heb het allemaal niet in de gaten. Markie, kwarkie, je kan ons blokkeren wat je wil, maar het verhaal is al out in the open. Ik heb trouwens gehoord dat de familie van Oranje, die niet echt zo heten, maar goed, laten we dat hoofdstuk overslaan. Prinses Margarita. De goedkoopste pizza van het clubje, die heeft niet meer zo heel veel zin in om nog de gebruik te maken van de diensten van Mark, de porno-regisseur, alias Crystal Matt Markey, alias Harry Dead for Fun. Dus nou, het heeft hem een baantje gekost. Nu moeten ze me ook bij RTL Boulevard nog uitsodemieteren, die vieze Rick. En hebben we weer een naampje op het lijstje. Misschien kan hij bij The Voice op zijn stoel. Ja, past hij niet. Nee, dan draait die stoel niet. Dan drukt hij op die knop en dat die stoel dan niet wil. Maar laat ik geen mensen met een hoog BMI voor gek zetten, want dat is niet fijn. Nee, precies, want bij de 300.000 abonnees zult u Jan hier ook zien. Dan gaan we door, we hebben een heerlijk verhaal. Heerlijk! Ja, want ineens kregen we een mail. Ja, van een advocaat. Nou, ik zag hem staan. Ik denk, Mark van der Linden. Ja. Kan niet missen, dan toch Mark van der Linden. We gaan eraan. Kan het niet nemen. En de eerste zin die ik las was, ik mail u namens cliënten mevrouw Bosman. Terulo. Hoe de fuck is mevrouw Bosman en waar ligt Terulo? Dat weet je vast wel. Dat ligt ergens bij de poepgatkolonie waar jij vandaan komt. Waar ligt Terulo? Bij Doetinchem. Wat? Doetinchem. Hartstikke mooi. Ja, dat ligt in de Achterhoek. Zeker een heel pittoresk dorp dat bestaat uit een Plus en een Aldi. Mooi. Mevrouw Bosman die heeft 32 jaar lang achter de kassa gewerkt in Ruurlo. Kunnen we toch wel zeggen dat mevrouw Bosman niet heel veel carrière mogelijkheden met de beide handjes heeft aangepakt. Als je zeg maar met een kutbaantje begint en na 32 jaar stopt met een kutbaantje, dan ging er ergens iets niet helemaal lekker. Maar wij hebben daar helemaal geen opmerking over. Nee. Ga door. En dan zou je denken, wat moet zo'n vrouw nou bij ons? Die vrouw voelde zich ernstig benadeeld door het programma Roddelpraat. Die vrouw heeft slapeloze nachten gehad. Echt emotioneel toegetakeld. Maar laten we eerlijk zijn, we kennen allebei de wijf niet. Nee, geen flauw benul. Wie zou in godsnaam die mevrouw Bosman te Ruurlo zijn? En zal ik dan nu het fragment tonen waar die vrouw slapeloze nachten van heeft gehad? Graag. Komt-ie. Nog niet te geloven. Laten we wel even zijn. Die Gordon is toch natuurlijk gewoon een oude vetzak zonder bovenlip. Ja, maar hij is wel beroemd. En dat helpt. Ja, dat is toch de reden waarom al die meisjes hier ook in de rij staan. Als jij godverdomme postbode was geweest te Glanenbrug, dan had je dat lelijke konijn bij de Plus achter de kassa niet eens kunnen krijgen. Is toch zo? Nou, maar niet erg. Ik heb wel mooi. Dat was het. Een traumatische ervaring voor mevrouw Bosman te Ruurlo. Maar wacht even. We kunnen het heel lang hebben over de uiterlijk van mevrouw Bosman. Zij zit toch achter de kassa bij de Plus? En daar is een foto van. Ja. En die is gepubliceerd. Ja. Maar was dat een probleem? Nou, ze heeft daar 32 jaar gewerkt in verband met het aanvaarden van een functie elders. Ze ging van de Plus naar... De Aldi. Nee, was wel promotie. Albert Heijn. Oh, pittig. Elders is ze geïnterviewd door De Stentor. Het was een emotioneel afscheid en het filmpje is ook geplaatst op De Stentor. Dat mooi. Is de krant van De Achterhoek. Leuk. Tevens is er een artikel geplaatst met een foto waar mevrouw toestemming voor heeft gegeven. Wij hebben zonder toestemming van mevrouw haar foto gebruikt. En mevrouw is erg gekwetst door de zin. Dan had je dat lelijke konijn bij de Plus achter de kassa niet eens kunnen krijgen. Dat vond ze heel erg. Nou. Ja, vrouw vond het heel erg, je hebt inbreuk gemaakt, bla bla bla. Het filmpje moest direct verwijderd worden. Dat hebben we niet gedaan. En daar kregen we een paar dagen voor. Maar nu komt het. Mevrouw wil een emotionele schadevergoeding. Het heeft mevrouw veel gedaan en het doet mevrouw nog steeds. We moesten zelf met een aanbod komen voor een schadevergoeding. Nou, beste mevrouw Bosman. Nou, eigenlijk kunt u er niet zoveel aan doen, omdat u namelijk dat lelijke...
konijn achter de kassen bij de plus bent. Dat betekent namelijk dat dit boven uw intellectuele petje gaat. Ik spreek nu... Ze werkt nu bij Albert Heijn. Ja, nou, maar ook goed. Ik spreek nu Romy Gelmers even aan van de Univee. Romy, tussen jou en mij... Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk niet de beste move voor een advocaat om bij Univee te gaan werken. Om dit soort lelijke konijnen met een rechtsbijstandverzekering te helpen. Met dit soort kansloze kutbriefjes. Lijkt me ook niet leuk voor jou. Maar goed, ik spreek je toch even aan. Deze foto is al gebruikt in de media. Dus wij hoeven geen toestemming te vragen voor iets wat gebruikt is in de media. Daar vervalt het al mee. Als het gaat over het portretrecht. Ja, dat heeft ze al, zeg maar... weggeven aan de fotograaf van deze foto. En we hebben die foto gebruikt van die fotograaf. Als er iemand kan komen met de claim, is het die fotograaf. Nou vriend, stuur een mailtje, krijg je die 100 piek. He? Allemaal hartstikke goed. Maar voor de rest, dit kan allemaal niet. Dit portretrecht in strijd gehandeld met de AVG. Weet je wat de AVG is? Dat is de Algemene Vordering Gegevensbescherming. We hebben haar naam niet genoemd. We hebben niet... Nou, dat hebben we net wel gedaan. We hebben niet gezegd waar ze vandaan komt. Nou, dat hebben we net ook gedaan. Ja. Maar goed, we hebben niet gezegd waar ze werkt. Adrie? Ja, dat hebben we net ook gedaan. Maar goed, voor deze uitzending hebben we dat nooit gedaan. Dus ook dat staat helemaal nergens op. Maar! Omdat Dennis en ik niet de lullers te zijn. En ook begrijpen dat we in moeilijke tijden zitten. Ik bedoel, alle helden vertegenwoordigers storten in elkaar. Marco Borsato, Lena de Mol, Wendy van Dijk en al die andere collega-leiders. Dus wij willen wel iets aanbieden. Overigens verwijderen we helemaal niks. We willen wel iets aanbieden. Mooi aanbod. Een mooi aanbod. Beste mevrouw Bosman. Te Ruurlo. En we hebben er lang over nagedacht. En over vergaderd. U mag 10 minuten op mijn snuitje zitten. En een kwartiertje meerijden in de lane en deel Porsche van Dennis. Ja. Nou, is dat niet mooi? En dan krijgen ze nog een kaaspakketje van mijn vader. En een kaaspakketje van die oude frikandellen slikker te Glanenbrug. Ja. Nou, ik zou je vertellen, is het mooi of mooi? Zo zijn wij namelijk ook. En we hebben ook direct gereageerd. We hebben direct dat voorstel teruggestuurd naar die mevrouw van de Romy van Univee. Naar Romy. Ja. Ik heb trouwens Romy wel even gegoogeld. Prima. Ja? Zou gewoon lukken. Mag ook op een snuitje. Mag ook op een snuitje. En dan denk je, dan komt... Ik zou het fijn vinden als Romy erbij is, als dat lelijke konijn op een snuitje gaat. En dan denk... Want dat Romy dan net doet alsof ze op een snuitje stapt, ja. Dat ik mijn ogen dicht doe en dat ik een konijn gaat zitten. Ja, dat je denkt, oh, dat moet Romy wezen. Ja. Denk je dat Romy nu ook... want Romy die werkt, Romy Gelmers, bij Univee werkt die. Ja. Gaat die nu ook iets doen met de AVG? Laat allemaal maar komen. I show you too. Ja. Dat is Engels voor... Ik zie jou ook. Prachtig. Ja. Maar dan denk je, dat is een heel mooi aanbod. En dan gaat mevrouw Bosman mee akkoord. Of kom met een tegenvoorstel. Nee, mevrouw Bosman, die heet Bosma, toch? Wat is er ook? Hoe heet dat wijf? Ja, hoe heet dat lelijke konijn nou? Ik hou rekening met de AVG. Oh. Ja, snap je? Dus heeft ze meerdere namen. Oké. Okay. Mevrouw Bosma of Bosman, die... Het lijkt wel op een man. Ja, maar... ik denk, als jij in een programma lelijk konijn wordt genoemd met zo'n uiterlijk... Dan kom je goed weg. Dan moet je je handjes knijpen. Ja. Dan moet je denken, nou, dat valt alles mee. Ja, maar eigenlijk zou ik het als complimentje zien, mevrouw Bosma te Ruurlo. Ja, maar ze wil dus niet negatief in aandacht en ze wil het liefst een pak aan geld door haar emotionele schade, want ze is 3 seconden op het scherm getoond. Oeh. Wat doet ze? Mevrouw belt, heeft ook goede contacten in de media. Ze belt weer op de Stentor. Oh. En de Stentor denkt, dat is uitpakken. En de Stentor pakt ook uit in de zaterdageditie. Keigroot, Ruurloze wil eind aan strijden gebruik van haar portretfoto door Roddelsite van Roos. Hé? Ja. Ben jij niet eens genoemd? Nee, alleen positieve zaken ook genoemd. Hè? Oh, wel leuk. Ja. Een foto gepaard met beledigende opmerkingen in een YouTube-uitzending van Roddelpraat is een oud-cashière te Ruurlo in het verkeerde keelgat geschoten. Nou in. Ze wil een schadevergoeding. Nou, dan wordt het helemaal uitgelegd. En mevrouw is boos en die vindt ze schandalig. Maar het allermooiste komt nog. Want dan wil ook de filiaalmanager van De Plus in Ruurlo wat zeggen. Oh, Peter. Allereerst zegt hij, ik heb haar nooit ontmoet. Want toen zij naar Albert Heijn ging, toen was ik er nog niet. Maar hij wil toch wel wat zeggen. In zijn algemeenheid wil Stan wel even zeggen dat hij geen hoge pet op heeft van dit soort sites die mensen belachelijk maken. Ik hou niet van dit soort sites. Al dus de heer Stam. Hey Stam, luister nu even.
Ongelooflijk oude viespeuk. Want wij weten namelijk wat jij er allemaal in die vieze supermarkt van je uitvoert in. Laten we... Nee, weet je dat niet? Nee. In het Statiegeldhok. No. Weet je, ken je dat hok waar... Ken je die supermarkt? Ja, plump, ja, bij de plus. Plump. Ja. Daar staat af en toe staat dus, hoe heet die stam? Stammy. Stam. Iets blote kont. Staat hij erachter. En op het moment dat jij dus denkt dat jij de statiegeldfles dus in dat ding duwt, duw je hem eigenlijk in meneer Stam. He? Die maakt er ook dat geluidje. Ploep, ploep. En dan hoor je hem zeggen, oh, 10 cent. Oh, nog een keer 10 cent. Dat is meneer Stam. He? Maar goed, laten we niet zeggen. He? Voor de rest praten we daar niet over. Maar we hebben meneer Stam. Weet je waar meneer Stam houdt? Nee hoor, geen AVG, daar houden we niet van. Hij is in ieder geval, van de supermarkt Plus de Ruurlo. Ja. Mooi. Aven, meneer Stam. Jammer dat u niet van dit soort sites houdt. Mevrouw Bosma, ik denk dat we eruit komen. We hebben een prachtig aanbod gedaan. Ja. Romy, call me. Opgelost. En dat betekent bel me. Ja. Pipcursus geweest. Boom. Lekker ouwe. Lekker hè. Nee, komt allemaal goed. En we bezoeken snel eens Ruurlo. Dat lijkt ons wel leuk. Ja, leuk. Dus gewoon een keer op bezoek mogen komen. Tijd voor muziek. Yes. Ja. Frerik de Zwetser. En jij had vorige week wat kritiek op Frerik, want het was allemaal veel van hetzelfde. Ja, dat was toch ook zo? Frerik was erg boos op de heren van Phoenix. En Frerik zei, ik infiltreer in de rap scene om met een diss track te komen. Rap idee, had je gedaan. Leuk. Ben je benieuwd? Zeker. Komt-ie. Frerik de Zwetser, daar gaat hij. Het zijn de Hufters, het zijn de Mongols, het zijn de sukkels van de NPO. Het zijn de Hufters, het zijn de Mongols, het zijn de sukkels van de NPO. Achterlijke gasten bij de NPO doen aan opruiing in een eigen shitshow. Dat heet Phoenix. Dat zijn die jongens van de straat, roepen op dat geweld en ze zaaien wat haat. Dat is iemand anders. Ze kijken, zijn geen grijntje respect. Dat is gewoon verder. Maar ze mogen blijven zitten omdat de staat hun spek. Wie? Maar met vet. En die ene gozer met die hoestand voor zijn bek. Een soort slecht werkend filter lult er steeds in zijn nek. Het zijn de Hufters, het zijn de Mongols, het zijn de sukkels van de NPO. Het zijn de Hufters, het zijn de Mongols, het zijn de sukkels van de NPO. Maar we moeten het maar pikken, alle domme gejank. En zeker Jan en Dennis, want zij zijn blank. What? Oeps, wat zeg ik nou toch weer? Dan mag je niet meer zeggen, joh, als witte meneer. En we mogen niet meer praten over Ali B. Maar hij komt straks niet meer met zijn bek op tv. Deed oneervolle dingen met een meisje uit de show. Mijn mondje dicht, dat is de kneusjes uit de ghetto. Het zijn de Hufters, het zijn de Mongols, het zijn de sukkels van de NPO. Het zijn de Hufters, het zijn de Mongols, het zijn de sukkels van de NPO. Maar beste Ali, trek het je niet aan. Het is een hele prestatie, de eerste mokro op de maan. Maar wees nu eens een vent en geef jezelf aan. Ga niet rennen als een poesje, zeg maar dag tegen je baan. Straks weer huilie, je bedoelde het niet zo. Je hebt zo weer een baantje bij de NPO. Zit er niet over in, nee, wees maar niet bang. Want je krijgt zo weer een klusje als je vrijkomt uit gevaar. Het zijn de Hufters, het zijn de Mongols, het zijn de sukkels van de NPO. Het zijn de Hufters, het zijn de Mongols, het zijn de sukkels van de NPO. You wait zelf. Oh god. Nou, ik zal je vertellen. Ik dacht aan het begin, waar gaat dit heen? Maar ik vond het een fantastisch nummer. Ja? Ja, ik ben er blij mee. Er zit alles zit erin. Alles zit erin. Teksten waren sterk. Ritme was goed. Geluid was goed. Muziek was goed. De beelden waren goed. En de afsluiter met die man op de wc was helemaal leuk. Ja, dat is Frerik. Toppie. Voor mij was dat iemand anders. Ja, ze hebben een muts. Een hoed. Muts. Pet. Pet. Ja, een pet op. Deze uitzending. Het was een pet. Goed. Met. Brandweer. Frerik. Wederom. Bedankt. Stro. Pet. Stro. Hoed. Muts. Aan. Helm. Goed, het is tijd voor het blokje. Ja. Het is tijd voor. Ja, zeg het maar. Het reclameblokje. Daar zijn we weer. En er had zich een adverteerder gemeld vandaag. Yes! Eindelijk iemand anders dan... Nou, erbij. Ja. Die had zich gemeld
Maar die is ook last minute afgehaakt. Ja, godverjuzie. Dus, ja, dat is wel. Maar hoe zit het nou? We krijgen heel veel mails binnen van mensen die zeggen we willen adverteren in jullie show. Maar ja, nooit zijn, komt er eentje door. Nou, er zijn mensen die willen adverteren met heel... Kan je daar gewoon zeggen wat het kost? Dat die mensen... Je hoeft ons niet te mailen of je, je blokfluitlessen aan 50 eurotjes hier willen. Nou, dat was ook wel iemand die wel goed betalen voor het verkoop van illegale drugs. Nee, dat kan ook niet. Dan worden we weer van YouTube verwijderd en ook geen puin. Crypto-projecten die ik niet vertrouw. Nee, maar waar het om gaat, wat kost die bij ons adverteren? Nou ja, zeg maar wat je ervan wil. Ondergrens 7,5 meijer. Nou, dat vind ik een mooie. Ondergrens 7,5 meijer. Alles onder de 7,5 meijer. Niet mailen. Nee. Ja, sorry hoor. Het wordt 500.000 keer bekeken dit. Dus kom er niet aanschuiten met je krijgt 50 euro... omdat we blokken hout verkopen op een of andere kutwebsite. Sterker nog, je betaalt 1000 euro's om bij een show waar meisjes worden aangerand te adverteren. Wou ik zeggen. Dus wat is 750 balletjes ja. Om eens genoemd te worden. En een van de allerbekendste hier... en beste shows van Nederland. En wij zitten hier nooit aan de mensen achter de schermen. Nee, dat klopt. Omdat... Ja, die... Zijn we ook niet. Nou ja, een hele lelijke linkse hippie als cameraman. Ja. Maar ja, goed, de ratten niet eens aan knagen. Nou, je hebt aan mijn zusje gezeten toen ze hier was. Ja, dat wilde ze zelf ook graag. Dat klopt. Maar goed, we hebben dus wel één adverteerder. Het Stucador Collectief. Oh, yes. Hierachter ziet u een dame die heel tevreden was dat ze daar zijn geweest. En het Stucador Collectief is deze week ook bij Berens in Huis. Oh, echt? Ja, maar waar gaan ze heen? Huh? Waar gaan ze heen? Ja, het is in Amsterdam, maar we mogen niet zeggen bij wie. Ja, dat is dus zeg maar al zover dat ze zich generen dat hun er komen, dat het niet gezegd mag worden. Maar goed, zelfs BN'ers, daar komen ze bij over de vloer. En omdat het zo'n succes wordt, gaat de hele week januari de actie door van het stukken van wanden van 18 euro per vierkante meter naar 13,50 euro. Per vierkante meter. Dat is echt serieus geld. En natuurlijk zijn ze bij ons onze vaste sponsors. Onze vrienden van het Stucador Collectief. Dus natuurlijk zijn we positief. Maar stukken is echt kutwerk, hè? Dat is echt niet normaal kutwerk. Ja, maar dat doen die buitenlanders. Ja, maar 13,50 is niet heel, heel veel geld, hoor. Dat is echt goedkoop. En wat doen ze nog meer bij het Stucador Collectief? Aanbouw, verbouw, doorbouw, aanbouw, doorbouw, vaarbouw, aanbouw, voorbouw, doorbouw. In ieder geval, ze doen alles. En zijn keukens, badkamers, tuinen doen ze. Stukken, latex spuiten, de hele duvel. Zwembaden. En zijn oude moeder. Zwembaden ook? Ja, sauna's. Nou ja, ze doen werkelijk alles bij stucadoorcollectief.nl. Neem eens een kijkje, noem eens een offerte. Krijgen ze nog iets bij een offerte? Korting, als je roddelpraat doet. Nog meer korting. Atsie, klatsie, atsie, flatsie. Dus milder eens in. Nou, wat is de website ook alweer? Stucador Collectief. En ze hebben heel goed personeel. Uit welke landen? Albanië. Afghanistan. Afghanistan? Zeg dat nou niet. Dan denken mensen dat de Taliban bij ze komt stuken. India. En India. Prachtig. En nog meer. En we hebben ook een app. Roddelpraat. Kijk eens op de website. Roddelpraat.nl. En nee, dat gaan we niet doen. Die mensen in Groningen, dat ben ik weer mee in gesprek. Ja, dat is weer ruzie met de shop. Volgende week meer over de shop. Ja. Dan is er waarschijnlijk wat nieuws. In de shop of... Nou, of dat de shop er niet meer is, of er staat wat nieuws in. Oh, er is gedoe. Ja, er is gedoe. Nou, in ieder geval kun je altijd nog, als je denkt van ja, god, wat moet ik nou toch met al dat geld? Ons helpen. Want dit prachtige programma... moet en blijft onafhankelijk zijn. Want anders kunnen wij natuurlijk niet berichten over die viespeuken in Hilversum. Omdat we dan een van de lullig contact hebben. Ja, bijna vergeten. Roddelpraat.bedme.org. Ja, ik vergeet het onszelf nooit. Roddelpraat.bedme.org. 5 eurotjes. Dan kunnen wij deze prachtige uitzendingen maken. En we geven ook wat terug. Pak die extra uitzending. Ja hoor, dan sturen we een linkje mee in de mail. Een compilatie van alles wat we overhouden van deze uitzending. De onderwerpen die niet besproken worden. Precies, vanwege omdat er nogal heftige dingen... Dat Jan een heel lang boos stukje wou op het begin. Ook dat. En dat doen we dan bij elkaar. En dat sturen we dan op donderdag 6 uur naar je toe. Zodat je ook wat terugkrijgt. Maar waar het om gaat, is dat we dit kunnen maken. Dus steun ons. 5 piekjes per maand. Hoeveel is dat nou? 5 piekjes per maand. Ja. Dan gaan we nu naar de uitsmijter van de show. Wel een echte scoop. Een verhaal waar iedereen op zit te wachten. Het was even stil omtrent het duo. Maar we hebben een goed verhaal. Rosie Kramer. Ja. Gaat trouwen met Melanie Suikerbuik. Ah. Oh. Prachtig. Love is in the air. En die air die ruikt naar frituur. Want hij heeft haar gevraagd in de cafetaria.
En dat is niet zo gek, want die mensen die vreten alleen maar patat, frikandellen, kroketten en doen er heel veel saus bij. Ja. En als ze dan op een gegeven moment denken, lekker gegeten, roken ze een paar sigaretjes. Ja, dat is wat ze delen op de Instagram. Maar nu zag je ze weer in hun vaste favoriete cafetaria zitten met een tevreden, dikke, volgevreten kop. En daar stond dan bij, I say yes. Ja, wat grappig is, want het is eigenlijk I said yes. Maar je hebt ja van gezegd. Nou, dat had mij ook kunnen overkomen. Goh, jij schrijft af en toe ook wel eens. Maar goed, Jan, dit sterrenduo die gaat trouwen. Hartstikke leuk. En ik gun het ze. Want Roosie Kramer wilde mij niet zo heel lang geleden nog in elkaar slaan op de kermis. En misschien vindt hij nu rust bij zijn prachtige vrouw Melanie Suikerbuik. Die ik vroeger... het lelijke, dikke wijf noemde. Met maar dat die ik niet ontzettende... meer kinderen. Die ontzettende... lieve kinderen. Nee. En haar ex, de depressieve postbode, daar horen we eigenlijk ook nog niet meer van. Die is weer bevriend geraakt met Roosie Kramer. Dus die mag misschien ook op het huwelijk komen. Hoe leuk is dat? Ik denk dat hij bruidsjongen is. Dat zou wel kunnen. En dat vind ik wel hartstikke leuk, want die hadden ook ruzie met elkaar. Ja. Dus dan zie je maar, alles komt rond. Zijn we begonnen met al die ellende in Hilversum. Eindigen we met liefde. Mooi, hè? Echte liefde. Dikke, vieze, vuile, vette, op elkaar gestolde, vette liefde. Is dat mooi? Dat is mooi. En denk je dat wij ook worden uitgenodigd? Nee. Maar vetshamen is het nieuwe racisme. Daar zou je mee op moeten houden. Goed! Dames en heren, jongens en meisjes, was een indrukwekkende uitzetting. Zeker. Ik ga naar bed. Ja, je kan heel veel zeggen, maar wat jij altijd zegt, ja, je bent altijd ziek. Dat klopt ook wel. Want ik heb namelijk, laten we zeggen, de weerstand van een in de war AIDS-patiënt. Maar ik ben er wel. Ja, nee, ja, het spannende even om we vandaag door konden, want ja, de gezondheid van Jan die is iedere week penibel. En ook deze week, maar we zaten weer. We willen je van harte bedanken. Zien elkaar heel graag terug in de extra uitzending. Zekers. En in ieder geval bedankt voor het kijken. Dag vrienden van Roddelpraat. Hou ons online. Keep the soul alive. De revolutie is begonnen. Dat vond ik best wel stoer om te zeggen. Nee?